Oh, echt super goede fiets maken, man. Wat ben je aan het doen? Ik probeer een wiel eruit te krijgen. Het is een veel te brede na voor... Ja, dit inbouwbreedte is wel een beetje breed voor de frame. Koud zetten. Ja. Het is even hard. Te smal voor de naaf. Wat zien de naaf? Huh, ga erop. Kijk, dit past helemaal niet. Moet je zien hoe ver het uitstrekt. Koud zetten. Bij het koud zetten van de fiets gaat men het frame, door het niet verwarmd wordt, uitrekken. We hebben een vorkspreider voor nodig. We hebben een doekje. En we gaan hem ertussen zetten. Ik denk dat ik het hier ga doen. Zo. Het doekje zit er even tussen, zodat we niet het frame beschadigen. Dat gaan we nu gewoon aandraaien. Oké, wat we gaan doen is het frame nu zetten. Dus we willen dat die breder wordt dan dit. Dus ik hou even mijn hand hier. Dan gaan we hem nu gewoon even aandraaien. Maar wat je nu doet, je rekt hem op. En dan ga je gewoon te ver eigenlijk voor wat je wil hebben. Want we willen een centimeter extra misschien. Nou, dit is al bijna 2 centimeter wat ik nu oprek. Maar we gaan gewoon net even wat verder. En dan gaan we weer terug. En als het goed is, als we helemaal de vorkspreider weer ontspannen is. Is het frame nu al ietsje breder. Dus moet je best wel ver spreiden, zeg maar, wil die echt gaan uitrekken. Dat is het niet. Maar dit moet je tot op zekere hoogte doen. Dit kan niet te ver. Ik vind het ook nooit echt leuk om te doen. Het heeft niet mijn voorkeur. Ik ben bang. Ja, nog steeds een halve centimeter nodig nu. Dus gaan we het gewoon nog een keer doen, net zolang dat we tevreden zijn. Netjes opruimen je gereedschap altijd, ook tussendoor. Nee, dit is acceptabel, dus een millimetertje of 2 nu. Maar het probleem is dat die fork is nu uit elkaar gebogen. Dus je hebt uiteindelijk dat je dropouts nu ook nog zo staan. Er zijn speciale tools allemaal voor. Dat zijn deze units. Die gaan we er hier tussen maken. Als je hier van bovenaf kijkt, dan zie je dat ze nu wijken. Zie je dat ze aan de achterkant lopen ze verder uit elkaar dan aan de voorkant. Dus wat we nu willen doen, is dit weer terugbuigen. Dus we buigen beide kanten. Buigen we terug. Zie je, nu ligt hij alweer rechter tegenover elkaar. Nog aan de bovenkant een beetje. Dus dit willen we eigenlijk gewoon net zo lang buigen tot. Dit moet hem ongeveer zijn. Als het goed is, gaat het wiel er nu weer makkelijker in. Ik denk dat ik dit in principe in mijn eentje zou moeten kunnen. Maar die cassette raakt eigenlijk gewoon het frame. Daar niks tegen. Heel filmpje voor niks gemaakt. Koud zetten. Wij zitten filmpjes over niks te maken hier de hele dag. Koud zetten. Maar laat maar. Op magische wijze is het toch gelukt. Tadaa. Koud zetten, nooit doen.